West Virginia. Oké, Google, stop. In Amerika is de strijd om de huiskamer losgebarsten. Ik heb het over die slimme speakertjes met een microfoon die naar jouw commando's luisteren en dan de lichten uitdoen, je vragen beantwoorden en misschien in de toekomst zelfs koffie voor je zetten. Dat begon met de Amazon Echo slimme luidspreker. Er is ook het gerucht dat Apple volgende maand mogelijk met een eigen slimme luidspreker komt en ik heb hier vandaag in mijn huiskamer de Google Home. In grote lijnen kan de Google Home hetzelfde als de Amazon Echo. Bijvoorbeeld mijn vragen beantwoorden. Oké, Google, how many calories in an apple? There are 95 calories in one medium apple. Oké, Google, what is scrambled egg and sausage in Dutch? Roerij en worst. Oké, Google, play some motorcycle videos on Chromecast. Sure, play motorcycle videos from YouTube on Chromecast. Je kunt hem ook gebruiken om allerlei apparaten in je huis te bedienen. Bijvoorbeeld een Nest thermostaat of in mijn geval de Philips Hue verlichting. Oké, Google, turn on the lights. Sure, turning 12 lights on. It looks like 2 lights aren't available right now. Oké, Google, dim the lights to 50%. You got it, setting 12 lights brightness to 50%. It looks like 2 lights aren't available right now. Nou, ik zie dat hij hem niet gedimd heeft en hij roept steeds dat ik 2 lampen heb die niet meedoen met het spelletje. Ik weet alleen niet hoe ik ze uitzet. Daar word ik wel een beetje gek van. Je kunt ook allerlei diensten linken naar de Google Home, zoals bijvoorbeeld muziek Spotify of films Netflix. Oké, Google, play Sense8 on Netflix. Oké, Sense8 from Netflix. Play on Chromecast. Wat ik zo bijzonder vond aan de Amazon Echo was de gevoeligheid van de microfoon. Maar dat heeft de Google Home ook. Oké, Google, what time is it? The time is 11:13 a.m. Je kunt gewoon helemaal aan de andere kant van de kamer staan en dan verstaat hij je nog. Maar je moet wel commando's heel goed zeggen. Als je de verkeerde volgorde hebt, dan snapt hij het niet. Oké, Google, show me some cooking videos. Sorry, I'm not sure how to help with that. Oké, Google, show me videos of cooking. All right, play cooking videos from YouTube on Chromecast. Oké, Google, stop Chromecast. Eén woordje verschil en hij begrijpt er helemaal niks van. Heel verbazend. Google Home integreert eigenlijk helemaal niet zo goed met de eigen Google-diensten. Ik kan wel vragen, oké, Google, when's my next appointment? The next thing on your calendar is today at 2 p.m. Its title is Turn Right Column. Maar ik kan bijvoorbeeld niet vragen, oké, Google, maak een afspraak met Pieter de cameraman om 2 uur volgende week maandag. Maar sommige vragen beantwoordt hij dan weer helemaal uitstekend, zoals... Oké, Google, what's a ticket to Melbourne, Australia cost? Round trip flights from Amsterdam to Melbourne leaving in 2 weeks start at 814 euros. Do you have any dates in mind? The 14th of July. Okay, when would you like to return from Amsterdam to Melbourne? 1st of August. Ja, dat kan hij natuurlijk heel goed, maar dat komt natuurlijk omdat Google 's werelds grootste reclamebureau is en moet leven van dit soort advertenties. Dat betekent dat Google Home straks wel eens heel dominant in de huiskamers aanwezig kan zijn. In Nederland is hij officieel nog niet verkrijgbaar, maar je kan hem online voor 150 euro kopen. Op dit moment heeft hij nog een beetje een achterstand met de Amazon Echo. Amazon Echo die heeft bijvoorbeeld veel meer skills. En skills zijn mini-programmaatjes waar je allerlei functionaliteit aan kan toevoegen. Maar ik weet zeker dat Google binnen een jaar een inhaalslag gaat doen. En ze hebben overigens al 1 feature die ze veel beter doen als de Amazon Echo. Alleen die kan ik je nog niet laten zien, want in Nederland mag ik die niet gebruiken. En dat is namelijk dat hij meerdere gebruikers kan herkennen. Zit jij in een gezinssituatie, dan kan je hem trainen dat hij je vrouw, je kinderen en jouzelf aan de stem herkent. En als jij dan vraagt wat staat er op mijn kalender, dan krijg je jouw kalender, jouw agendapunten te horen. En dat kan de Amazon Echo niet.